Een goede hangtechniek is van belang om blessures te voorkomen. Wanneer er genoeg wind staat om te hangen, wordt er als eerste met één voet in de hangmat gegaan. Dat betekent dat de voet onder de hangmat gaat en ongeveer bij de wreef van de voet vastzit. Vervolgens gaat ook de tweede voet onder de hangband, zodat beide voeten onder de hangmat zitten met de wreef op de hangband. De schipper zit met zijn kont buitenboord en de knieën zijn licht gebogen. Op het moment dat de knieën niet gebogen zijn, moet de hangband versteld worden naar ietsje strakker. Wanneer de zeilen helemaal uithangt, is dit met een rechte rug. Dat betekent dat de buikspieren zijn aangespannen en de schipper in een rechte positie hangt. Een holle rug moet absoluut worden voorkomen, omdat dit veel rugklachten oplevert.